Vandaag trekken flink wat wolken over het land, zoals op de satellietfoto te zien op de Noordzee. In het landinwaarts komen eerst nog wat mistbanken voor, maar die lossen uiteindelijk op. De bewolking die breidt zich steeds verder over het land uit vanochtend en op steeds meer plaatsen gaan dan ook buien vallen. Dat kunnen best pittige buien zijn, mogelijk met korrelhagel en een klap onweer. Vanochtend is het fris met een graad of 14, maar vanmiddag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 17 tot 19 graden. Daarbij waait een matige noordwestenwind boven land. Aan zee is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk af. Dan zijn er ook wat meer opklaringen en landinwaarts kan er later vanavond opnieuw een mistbank ontstaan. Aan zee blijft de buienkans wel aanwezig en de temperatuur ligt dan rond de graad of 15. Morgen ziet het er een stukje vriendelijker uit dan vandaag met meer ruimte voor de zon. Links en rechts kunnen nog wel een paar buien vallen, maar er zijn ook regio's waar het grotendeels droog blijft. De temperaturen een graadje lager met ongeveer 18 graden. Na het weekend dan neemt de buiigheid steeds wat verder af, maar helemaal droog wordt het niet. Maandag is het nog een graad of 18 en vanaf dinsdag gaat de temperatuur geleidelijk weer een stukje omhoog. Mijn naam is Wilfried Jansen en ik wens u nog een fijne dag.